Wessel Simons van Bitcoin Magazine. En we zitten hier met Jan van Ewijk van Bitcoin Wednesday. Zo ken ik jullie, maar het is Bitcoin Nederland. Bitcoin Vereniging Nederland. Wat brengt je hier op de dag van de crypto? Ik ben uitgenodigd vanuit mijn rol als voorzitter van Stichting Bitcoin Nederland om te spreken hier op de dag van de crypto. Dus vanochtend heb ik even een kleine presentatie gedaan over wat Stichting Bitcoin is en wat Bitcoin Wednesday is. En wat doen jullie? Jullie zijn... Ja, ons primair doel is om educatie mogelijkheden te bieden voor het algemeen publiek op het gebied van cryptocurrencies, Bitcoin en aanverwante technologieën zoals blockchain. Jullie hebben sterke samenwerking ook met universiteiten of andere kennisinstituten? Ja, inderdaad, klopt. Steeds meer, gelukkig. En wat is het vooral gericht op het Nederlands gebied of Benelux of ook internationaal? Het is, op dit moment is het gericht op Nederlands. Mm-hmm. En Bitcoin Wednesday is de maandelijkse conferentie die we hebben hier in Amsterdam. Ja. Dat doen we nu al 4,5 jaar. Heel populair, hè? Ja, zeer populair. Goed bezocht. Ja, gelukkig. En dat is één project van de Stichting Bitcoin. Een ander project is inderdaad educatie bieden. Dus lezingen geven op universiteiten en conferenties zoals vandaag bij de Dag van de Crypto. Ja, jullie zijn een stichting. Het is niet zo dat jullie bieden geen consultancy-diensten. Dat is gewoon in principe gescheiden terrein. Dat is in principe gescheiden. Ja. Want volgens mij heb je ook gewoon... Je bent toch werkzaam bij IBM? Nee, gelukkig niet meer. Een week geleden heb ik ontslag genomen. Dat is nieuws inderdaad. Ik ga voltijd de rollen pakken van voorzitter van Stichting Bitcoin Nederland. Voltijd Bitcoin Wednesday ook doen. Okay. En wellicht in de toekomst zijn er meer mogelijkheden en vertakkingen wat de stichting kan doen. Wanneer er meer man aan vrijwilligers aanwerkt natuurlijk. Ja. Wat zijn zo de komende, wat kunnen we verwachten op de komende bijeenkomsten van Bitcoin Wednesday? Ja. Zijn er bepaalde thema's die jullie wat Bitcoin Wednesday eigenlijk is, het is echt een open platform voor elk cryptocurrency, blockchain project gerelateerd onderwerp. Mm-hmm. De enige voorwaarde die we hebben aan al deze projecten is eigenlijk dat ze een prototype demonstratie moeten laten zien. Van de blockchain zelf? Van hun technologische innovaties. Ja. Dan kunnen ze gaan presenteren op de conferentie. Dus de meeste van de ICO's die hier aanwezig zijn, die zouden daar in aanmerking voor kunnen komen? Zolang ze inderdaad een goed concept hebben en dat ook goed kunnen laten zien. Daarnaast, we hebben nooit echt specifieke thema's. We hebben bijvoorbeeld op 7 februari, is de aankomende, Bitcoin Wednesday. Dit jaar gaan we het hebben over de sleepwet. Er komt in Nederland een nieuwe wet die de internet aftapt. Gaan we daarover hebben. Ja. We gaan het hebben over Bitnation, een virtuele wereld op de blockchain. Dat is ook vrij interessant. Ja. En nog vele andere dingen. Want wat heeft de sleepwet in zekere zin met de blockchain te maken? Het gaat allemaal over data natuurlijk. Ja, in zekere zin wel. Tegelijkertijd, de sleepwet is veel breder dan alleen blockchain. Het is ook privacy en security. Ja, en ja. Zeker op dat gebied heb je met deze technologie heel veel te maken. Dus het is altijd goed om die perspectieven op bepaalde perspectieven van de voor's en tegens te hebben. Ja. En dat willen wij ook als stichting, dat we als community, als samenleving deze perspectieven allemaal delen. Uiteindelijk tot een goede conclusie kunnen komen. Want kun je daar een voorbeeld van geven? We hebben natuurlijk vaak het zijn vaak gedecentraliseerde oplossingen. Mm-hmm. En wij zijn eraan gewend bij wijze van dat data gecentraliseerd wordt opgeslagen. Hoe verhoudt zich dat tot die sleepwet eigenlijk? Dat is een interessante. Ik ben geen advocaat of jurist. Dan moet je denken aan eigenlijk een soort cloud provider, Dropbox. Ja. En Dropbox is een centrale partij of elke andere cloud provider, centrale partij die data heeft. Ja. 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 Die dus in principe hebben ze inzage in je data. Dat zou kunnen. En door middels van blockchain technologieën. Door decentrale datacenters te hebben, decentrale Dropbox, heb je eigenlijk eigenschap over je eigen data. Dat toch nog in de cloud zit, maar door middels van de technologie erachter is dat privacyvriendelijk en heel goed cyberveilig. Privacyvriendelijk wil zeggen, die stukjes data die worden zeg maar zo erg gecomprimeerd. Die worden inderdaad lokaal met een geheime sleutel
versleuteld en dan pas op het netwerk door de blockchain gestuurd. Oké, interessant. Nou, interessante thema's. Heb je hier bepaalde ICO's of bedrijven of mensen gesproken die jij interessant vindt of je denkt, hé, dat heeft me wel nieuwe ideeën gegeven? Nou, het mooiste van deze space en deze movement eigenlijk, het zijn de mensen zelf. Ja, ja. Het is echt dat je door middels van het praten met mensen andere inzichten krijgt over hoe de wereld anders kan zijn. En vind ik gewoon gaaf. En dat heb je ook op de dag van crypto hier. Dat heb je ook op andere conferenties. En daarom ga ik dit ook voltijd doen. Nou, mooi. Laatste vraag. Handel je zelf ook in muntjes, crypto muntjes? Ja. Heb je bepaalde favorieten? Of... Daar kan ik niks over zeggen. Nee? Nee. Wat verwacht je van de Bitcoin? De Bitcoin, laten we het zo zeggen. Elke munt, elke virtuele munt die... de code van Bitcoin heeft, die heeft dezelfde schaalbaarheidsproblemen wanneer die munt zo groot wil worden als de Bitcoin. Ja, ja. Het zijn allemaal sociale en technologische experimenten. Ja. En die uitdaging voor die schaalbaarheid, daar zit nog wel heel wat werk in te vinden. Ja. Maar gelukkig zijn er op deze wereld heel veel mensen mee bezig om die technologie gewoon te versnellen in de innovatie en die uitdagingen goed af te werken. Oké. Nou, mooi verhaal. 7 februari. Ja, 7 februari. Ook weer in de Oosterkerk, als het goed is. Ja. Dus in Amsterdam. Via meetup. Gaat via bitcoinwensday.com in Bitcoin betalen en anders cash aan de deur via meetup inderdaad even registreren. Oké, okay. Nou, leuk. Top, hartstikke bedankt. Fijne dag. Ja.